Welkom bij de Kruidenheksen. We staan vandaag op een prachtige locatie met een hele mooie speciale boom op de achtergrond. Ja, en er staan hier heel veel van dit soort bomen. Ja, het is de walnotenboom. En die is gewoon heel speciaal. Behalve dan dat hij natuurlijk die heerlijke noten voortbrengt waar we van allerlei lekkere dingen mee kunnen maken. En die je natuurlijk ook gewoon zo kan eten. Voorlopig nog niet, maar... Deze boom heeft nog één hele speciale werking. Ze staan heel vaak rondom boerderijen en dat is niet voor niks. En boomgaarden, zoals ja, hier. Ja, zoals hier inderdaad. En dat is echt niet voor niks. Ze zorgen er namelijk voor dat de dieren op een boerderij geen last hebben van insecten, van stekende insecten. En wij als mensen kunnen daar natuurlijk gebruik van maken. Ja, en ook voor de gewassen, om de gewassen te beschermen. Staan ze dus van oudsher om een boomgaard heen, zoals hier, maar ook om oude boerderijen zie je ze vaak. Ja. Maar het blad is heel aromatisch. Ik vind het zelf echt... Ja, dat ruikt heel lekker. Heel lekker ruiken. En we gaan daar vandaag een natuurlijke anti-muggenolie mee maken. In samenwerking met Eucalyptus citiodora. Ja. Dus eigenlijk een samenwerking van twee bomen. En het is natuurlijk hartstikke leuk om zoiets natuurlijk zelf te maken. Want ja, je wil geen chemicaliën gebruiken. Nee. En het walnotenblad is echt speciaal. Dus let er een keer op. Als je er langs fietst of wandelt, kneus eens zo'n blad en ruik daar eens aan. Ja, inderdaad. Oh, dat is zo'n heerlijke geur. Ja. Het heeft meerdere toepassingen, maar vandaag behandelen we de anti-mugolie. Ja, want iedereen heeft daar op het moment denk ik al wel krijgt daar al wel iets last van. Ja. Dus daar gaan we even iets aan doen. Zeker. Dan gaan we aan de gang. Wat je nodig hebt is 125 milliliter zonnebloemolie. Dat is deze hoeveelheid, dan zie je het misschien al een beetje voor je. Dus dat is helemaal niet zoveel. Dat doe je dus in het pannetje, hè? Daarbij heb je nodig 12 blaadjes walnotenblad. Nou, moet je eens even kijken hoe groot dat het, mooi dat dat is. Boven ons hoofd. Ja, je plukt ze eventjes gelijk, hè? Boven ons hoofd hier afplukken. Nou, moet je kijken. Oh, en dat ruikt lekker. Oh, ja, dat heerlijk. Is een heel aromatisch blad. En wat je dan doet, is je trekt het blad eraf. En dan knip je het. Gewoon in stukjes. Zo. Ja, dit zal nou, het zijn. Nou, ongeveer 12 blaadjes, hè? Ja. Dit zijn 12 blaadjes die ik jou nu heb gegeven. Ja, en dat is best wel, zie je, als je dan een pannetje hebt, een steelpannetje zeg maar, dan heb je echt een goed bedekte bodem. Ja, kijk. En daar doe je dan de zonnebloemolie bij. Dus die 125 milliliter zonnebloemolie. Ja. Ja. Als jij nog even iets vertelt over het walnotenblad. Ja, dat walnotenblad, dat is dus heel erg insectenwerend. En verder helpt het bijvoorbeeld ook bij spataderen, rode opgezette neus, jicht, zweetvoeten. Het is ontstekingsremmend en verzachtend voor de huid. En nog een heel mooi plusmiddel is, geestelijk geeft het moed om veranderingen aan te kunnen en het verleden los te laten. Dus dat is ook echt iets heel erg moois. Ja, en dat is dus zeg maar die etherische olie die in dat blad zit. En die ruik je echt heel goed als je het blad kneust. Ja. Het is een hele speciale geur. Ik raad jullie aan, voor wie dat nog niet kent, om dat echt eens zo tussen je vingers te kneuzen. Ja. Dan heb je dus deze hoeveelheid nodig. En dan heb je heb je zonnebloemolie nodig. En dan zet je dat op rijp. En dat doe je 2 dagen achter elkaar. Ik heb deze 5 keer verwarmd. Zorg dat de olie niet gaat frituren. Dus zorg dat die gewoon heet wordt. Op het moment dat die heet is, kan je hem afzetten. En dan roer je hem door. Met een vork deed ik dat iedere keer. En dan ziet het er zo uit. Dus dan geeft het blad, het walnootblad, geeft zijn werkzame stofjes aan de zonnebloemolie af. En dan zal je zien wat een ontzettende mooie kleur dat wordt. Ja, wat die olie dan... Ja, je kent het niet meer terug. Dat is echt... Dus je zeeft het uit... En bij deze variant druk je niet hard op het blad als je hem uitzeeft. Want dan kan het zijn dat je
nog iets van vocht uit het blad drukt. En dat Je laat het er gewoon eventjes even uitlopen. Even hè? Uitlekken. Ja, dit is voldoende. Ja, kom maar. Zo. Ja. En dan moet je nou eens kijken hoe diep groen. Mooi, hè? Heel mooi. Ik vind het, ja, ik vind het zo mooi. Dan heb je dus een geurende olie eigenlijk gemaakt met het walnootblad en die gewoon zonnebloemolie. En dan heb je nog een extra etherische olie nodig. Ja, en dat is de Eucalyptus Citriodora. Dat is ook een hele speciale boom. Die groeit in Australië. En die etherische olie wordt uit de bladeren en uit de twijgen van deze boom gewonnen. Het is ook net als het notenblad insectenwerend. Het is ook antiseptisch, bacteriedodend, parasietendodend. En het werkt preventief bij besmettelijke ziektes en infecties. Nou, ja, dat is gewoon echt heel speciaal. Als er dus een etherische olie genoemd zou moeten worden voor op een mondkapje, dan zou je zeggen, zou je doe er deze, een paar druppels inderdaad. Van deze op. Ja. Voor extra bescherming. En daar hadden we van nodig 15 druppeltjes. Ja, hè? Die hadden wij hierin zitten. Hadden we al afgemeten. Nou, dat mix die je roer even door. Dat stelt niks voor natuurlijk. Nee. En dan is het eigenlijk al klaar, hè? Ja, en dan is het handig als je een leuk flesje hebt. Dat je, wij doen het dan gewoon in een flesje. En die hebben wij boven in de slaapkamer staan. En dan doe ik 's avonds even een rondje. Zal ik deze vasthouden? Langs de kinderen. En daarna smeren wij onszelf, onze armen ermee in. Dat je zo'n flesje bij de hand hebt. Je kan dit ook meenemen voor wandelingen of kamperen bijvoorbeeld. Even kijken wanneer die... Ja, stop. Nou, dan komt het kurkje erin, hè? Inderdaad. Ja. Zo. Nou, en dit breng je dan gewoon lichtjes aan, hè? Net als eigenlijk de insectenwerende middelen die je gewoon in de winkel kan kopen. Alleen, ja, dit is niet chemisch natuurlijk. Het is fijn, hè? En ik word er ook blij van. Ik vind het mooi. Het ruikt zo ontzettend lekker. Ja, want het is toch ook gewoon een mooie samenwerking tussen die bomen. Ja. Hè? Heel mooi. Mocht je nou echt in een gebied komen waar heel veel muggen zijn, dan heb je een klamboe nodig. Ja. Maar dan heb je in ieder geval overdag ook nog iets. Want je kan natuurlijk niet met een net om je heen gaan lopen. Dan heb je overdag ook nog iets bij de hand. Dus wij houden van de walnootboom. Hè? Ja, heel erg veel. Ja. Dat is zo'n speciale boom. Nou. Ja. We komen zo nog even terug. Dit... is helemaal niet moeilijk, hè? Nee, easy peasy. Het is ook wel eens fijn, hè? Dat je niet 20 verschillende ingrediënten nodig hebt. Ja. Maar wel handig. Nou, lieve mensen, je gebruikt dit dus gewoon hetzelfde als een reguliere antimuggenmiddeltje. En het werkt echt supergoed. Neem dat van mij aan, want ze moeten mij altijd hebben, die muggen. Ja. En we hopen dat we jullie weer een stapje verder hebben gebracht met een probleempje oplossen op een natuurlijke manier. Ja, vooral die natuurlijke manier, dat vind ik wel heel erg belangrijk. En als je jezelf een plezier wil doen, maak zoiets dan gewoon onder een boom. Liefst onder de walnotenboom zelf. Hè. Dat is leuk. Heerlijk. Ja. Tot volgende week. Tot de volgende kruideksen. Doei doei.